Echt superleuk. Dank je. Dank je, babytje. Hallo, goedemorgen. Het is zaterdag vandaag. Ik ben even een papi aan het maken. Even ontbijten. Even ontbijten voor de brunch. Ontbijten voor de brunch. We gaan zo, dat had ik nog niet verteld. Plotseling ineens kwam dat erbij. We gaan zo brunchen bij de Tinkeltuin. Nee. De Theetuin. Theetuin. In Monnikendam. Met Joris, ideetje van Joris. Dus we gaan het zien. Leuk, gezellig. En daarna gaan we naar de Eihallen dan. Doe maar eentje met Nutella. Eén zo'n kantje. En die andere met iets anders. Zwaar leven. Ik had toch twee mensen mee, hè? Waarom twee? We zijn met z'n drieën. Kan jij nog een mes pakken? Nee. Ik pak hem. Bart en Joris die rijden voor ons in Joris' auto, omdat wij straks doorgaan naar de Eihallen. En zij niet. Wat is het toch mooi hier. Lalala. Jullie willen Bart en ik en mama gaan wonen. Is een keer. Schieten ooit. Ja. Waterlandtocht. Ja, het is gesloten. Joris heeft weer niet goed geïnformeerd. Goed idee, Joris. Oké, we gaan ergens anders heen. Dat zou mooi kunnen zijn. In ieder geval wel echt een super schattig, lief plekje. Kan je hier ook 's avonds eten? Het is echt heel schattig. Normaal gesproken is het wel open. Appeltrap, appeltaart, heerlijke walnoottaart, chocolade brownies. Oh. En allemaal zo lekker vegan. Oh, lekker. Cheesecake. Vegan? Oh nee, niet. Ja, dat zei ik al. Cheesecake. Ik had dat het vegan was. Oh, wauw. Ook vegan, ook vegan. Maar ook cheesecake. Cheese is natuurlijk... Cheesecake. Ja, ja, en appeltaart is gegaan met boter. Nou, next time. Houden jullie te goed van mij, dit. Hey, we zijn nu in Broek en Waterland bij een pannenkoekenrestaurantje. Pannenkoekenhuis. Gaat ze de vinger op steken. Ja, jij bent aan de beurt, Jola. Kaas. Zo, we hebben echt heerlijk geluncht en nu gaan we naar de Eihallen. He? Maar niet gebruncht. Niet gebruncht, geluncht. Want we hadden al ontbeten. Dus. Geluncht met pannenkoeken. Met pannenkoeken, ja. Oh, heerlijk. Ga jij omelet. Ja. We zijn wel een beetje laat voor de Eihallen. Want het is natuurlijk beter om in de ochtend te gaan. Omdat ze dan meer leuke dingetjes nog hebben. Maar ja, je weet het maar nooit. We gaan gewoon... Tot zo bij de Eihallen. We zijn bij de Eihallen. Yay. En we gaan nu naar binnen. En mama die zegt even iets. Ik moet het even overnemen. Nou, we zijn er hoor. En we gaan lekker naar binnen. Want het is koud buiten. Het is jammer. Allemaal niet jouw maat. Ja, jammer. Of deze nog even kijken. W5, dat weet ik niet welke baan het is. Jammer, die roze waren leuk, hè? Wat? Nee, ze zijn net iets te klein. Kijk voor jasje, kijk dat jasje. Zo leuk. Mama, mag ik even? Ja. Kijk, dit is kerstdiner. Eerste kerstdiner. Eerste kerstdiner. En die Nike's dan? Joh. Er zit wat voor ons, jongetje. Ja, misschien. Echt hele leuke Dr. Martens. Echt. Hoe zit die? Qua maat?
lekker nog een klein beetje losjes. Ja, dat is juist goed, want je moet er wel met dikke sokken in kunnen. Ja, ja, dat kan ik zien. Zal ik vragen hoe duur die is? Ja, is goed. Ze zijn 20 euro. Ja, die andere zijn alweer stuk, hè? Ja. Zullen we het doen? Ja. Oké, top. Wil je een Jan Jans en de kinderen? Ja. Ja? Kies er maar eentje. Je mag één boekje uitkiezen. Hoe duur is deze jas? Oh, die is vrij. Een knalrode trui. Hoe leuk is dat? Ja, dat willen we. Vraag hoe duur deze is, ja? Van meneer mocht ik knuffel gratis uitzoeken. Ja, zomaar ineens. Ja, en ik, is heb lief. Die, ik heb die van gisteren uitgekozen. Ja. Wow, kijk deze dan. Deze All-Stars. Dik. Dit ziet er echt heel leuk uit. Ja, dit is echt fantastisch. Echt hoor. Maar het is, ja, het is toch niet echt die schouders. Het is toch echt voor iemand met hele korte mouwen, of is het een... Nou, je hebt heel vaak dat die bontjassen wat kortere mouwen hebben, hè, want ze drukken lange handschoenen. Ik vind het echt. Wat vind je er zelf van? Vind je het grappig? Nu wel. Wat zeg je? Nu wel. Nu wel. Ja. Maar niet om te hebben. Nee? Oh, wat leuk! Echt super leuk. Ook met die muts die je net hebt gekocht. Ja. Thuis, zoals jullie zien. En we zullen er nog even een kleine shoplokken laten zien wat we hebben gekocht. Jola die zat al een beetje na te denken van, man, wat had ik ook alweer. Waar is die mus die je had? Oh, die, nou, sowieso die schoenen, die hebben jullie gezien van Jola. Roze Dr. Martens, helemaal vet. 20 euro. En deze gratis muts. Deze, dit zijn je oude schoenen, die kunnen in de schoen. Muts, die is heel lekker. Is ook zo bollig. Echt een leuke muts voor 1 euro. Maar die moeten we wel nog even in de was doen. Dus die moet je daar. Tjukanabi. Oké, nee, wacht even. Deze broek heb ik. Echt zo'n foute Adidas groene broek. Maar ik vind hem super leuk. En nu met zwangerschap, why not? Oké. Okay, en hij was, hoeveel was deze broek ook weer? 1 euro volgens mij. Ja, 1 euro. En deze? Jans. Jan Jans en de kinderen. Jan Jans en de kinderen. 50 cent. En heb ik deze wollige jas. Die wil ik wel nog even wassen. Want die ruikt echt naar een rommelmarkt. Maar hij is wel leuk. Weer zo lekker wollig en een rits. Die wilde ze eerst 15 euro verkopen en uiteindelijk heb ik hem voor 10 gekregen. Haha. Heb je hem al opgehad, die muts? Zo. Jola, kom eens kijken hoe die muts staat. Deze muts was ook 1 euro. Maar dan het allerschattigste voor 5 euro. Moet je kaart hebben. En die Dr. Martens zijn ook heel leuk, hè? Ik kwam echt als groepen die schoenen. Ja. Wat ik vond van de eihallen was echt dat ze heel veel leuke tweedehands schoenen hebben. Dus echt heel veel All-Stars en dat soort dingetjes. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je ook altijd op het Waterloopplein vindt. Als je All-Stars nodig hebt, ga daarheen. Ja, echt. Dat is echt in overvloed daar. En kleding voor kinderen ook veel. Maar we wilden natuurlijk ook een beetje gaan voor kerstspulletjes en zo. Maar dat hebben we niet echt gevonden.
Nee, hè? Ja, dat is natuurlijk ook wel logisch, hè. Die gaat nou... Hij ruikt wel goed. Ik had gehoopt op wat meer kerstlichtjes en zo, weet je wel? Wat meer kerstmarktsfeer, dat ze dat er een beetje van hadden gemaakt. Maar dat was niet zo. Kijk eens. Oh. Ik ga even tekenen in mijn tekenboekje. Saturday night. Wil jij eigenlijk straks ook als de baby er is een papa dag? Papa dag? Ja. Papa, hoeveel dagen per week mag ik hebben? Hoeveel papa dagen per week? Gewoon één. Ja, is goed. Wat een service. Mevrouw. Mag ik het ook voor de cola? Jola is de serveerster. Is dat en het eerste drankje was gratis? Kom lekker zitten, schat. Kom lekker zitten. Onze pizza is er. Jola en ik delen. En we hebben die kant is voor Jola, Hawaii. En die kant is voor mij. Pomodori, vegetarisch. Pomodori! Nou, Jola ligt in bed en we zijn op Marktplaats aan het kijken naar babyspulletjes. Zoeken allerlei dingetjes op om te gaan bestellen. Het begint wel echt te kriebelen nu. Ja. Via de nieuwe optie die je nu hebt op Marktplaats, dat je dus ook gelijk over kunt steken. Dan bedoelen ze mee dat je direct betaalt en dat het even vastgehouden wordt. En wanneer je het dan ontvangen hebt, dan keur je het en dan wordt het pas ingehouden of overgemaakt aan degene die het verkoopt. Handig. Een soort reservering van je, ja. Dus we zijn even aan het kijken wat we allemaal gaan op Marktplaats willen kopen. Maar we willen sowieso ook nog de hele babykamer op Marktplaats gaan kopen. En de box. Dus we hebben genoeg dingetjes om uit te zoeken. Nou, thank you for watching for today. Voor deze mooie vlogmas weer van vandaag. Morgen weer een nieuwe vlogmas om 7 uur. Zeker kijken en abonneren als je er nog niet bent. Dankjewel. Doei doei.